Welkom bij Illic Health, de plek voor al je natural, herbal en detox producten. Ik ben Tanja, dit is Elia. En vandaag gaan we samen bakken. Elia gaat helpen om lekkere semos, ontbijt, havermout, lekkernij te maken. Ben je er klaar voor, schatje? Jazeker. Laten we de mensen laten zien wat de ingrediënten zijn. We beginnen met lekkere, glutenvrije. Ja, havermout. Daar gaan we 1 kopje van in plaatsen. We hebben 2 bakken nodig. Goed zo. Nee, je moet hem echt helemaal vol maken, schatje. Zet het bakje maar hier. Even kijken of jullie kunnen zien wat er hieronder gebeurt. Ja, zo is het beter. Doe het bakje maar openmaken. En dan ga ik hem voor je erbij plaatsen. Nee. Zo. Zo, ja. Dan plaats ik hem erop en dan plaats jij hem straks in het bakje, ja? Gooi hem erin. Dat is 1. Even kijken hoor, we gaan 1,5 doen. Dan doe ik nog een keertje openmaken, schatje. En dan doe ik hem voor de helft vullen. Ja, doe hem erbij. We gebruiken glutenvrije havermoutmix. Het is belangrijk dat die kleine in beeld is. Voor mij maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Elia is vandaag de bakker. Die kan je dan alvast roeren, Eli. We hebben 1 tablespoon kaneel nodig. Dat gaat erin. In de tussentijd is hij lekker aan het bakken. Aan het roeren. Even deze erbij hoor, schatje. Oeps, 1 tablespoon. Nou, zo is hij wel goed. Laten we een halve lepel doen. Doe deze er maar bij, schatje. Ja, gooi maar erin. Dat is lekker kaneel. Wat bakpoeder. Evenveel bakpoeder. Als kaneel wat we zojuist hebben geplaatst. Roeren maar, oké? Roeren maar, jazeker. Doe maar bakpoeder erbij. Gooi maar erbij. Uitstekend. En een klein beetje zout. Die gooi ik er zo in. Ja, een beetje zout. En lekker roeren. Hij is aan het roeren. Dat ziet er zo uit. Oeh, dat ziet er lekker uit. Goed zo. Goed roeren. Ja. Ga zo door. Is het allemaal goed gemengd? Ja, ik zie niks meer. Je ziet niks meer. Uitstekend. Dan zetten we deze even aan de kant, want dan is deze nu klaar. Dan gaan we de volgende ingrediënten pakken. Daar hebben we het volgende bakje voor nodig. Goed zo, schatje. Ja, dat is het bakje. Laat maar zien aan de mensen. Ja, mooi, een bakje. Aan de onderkant. Daar gaan we in plaatsen melk. Even kijken. Ja, jij mag het plaatsen. 1 kopje melk. Hou dat kopje maar vast. Oh, zal ik het kopje vasthouden? Schenk jij de melk? Wat wil je doen? Jij wilt de melk schenken? Ja. Oké, 1 kopje. Wat denk je wel, ben de chef? Jij bent de chef. Gewoon maar helemaal volmaken. Stop. Ja. 1 kopje melk. Dankjewel. We gaan er 1 eitje in doen. Ja, dat doe ik. Voor degene die geen ei lusten, die kan je eruit laten. Maar wij plaatsen er 1 eitje in. Even wachten, die doe ik zelf, schatje. Die doe ik liever zelf, oké? Anders worden die handjes zo vies. 1 ei zit erin. Mama, mag nu roeren? Oh, we gaan straks roeren met die klutsen. Je mag alvast die klutsen voor je pakken. Hier is de klutsen. Kan je alvast mee klutsen. Roeren? Ja, doe maar roeren. 1 eitje gaat erin. We hebben een beetje olie nodig. Oeps, wat valt er? Ah, er valt wat hooi van gaten. Maar in. Wat olie plaatsen we erin? Mama, mag ik de olie erin doen? Je mag alles erin doen. Hou maar vast. Ik ga het alleen maar erin zetten en jij bent degene die het erin gooit. Ik zet de hoeveelheden en jij gooit hem erin. Doe maar deze erin gooien. Dat is 1. En we hebben daarvan 2. Oh, 2 theelepels olie nodig. Gooi me erin. Uitstekend. Ja, top. Dank je, schatje. We hebben wat appelmoes nodig. Ja, we gaan er wat appelmoes in plaatsen. Ja, dat weet ik.
goed roeren. Jazeker. We doen een halve kop appelmoes. Jongen, dat is echt veel. Dat is lekker veel, hè? Een halve kop appelmoes. Gooi hem maar erin. Allemaal? Ja, alles. Gooi hem erin. Oeh, lekker, lekker, lekker. Dat laatste beetje kan je eruit halen zo met je lepeltje. Zodat we niks missen. Ik denk dat er misschien nog wel een klein beetje appelmoes in kan, denk je niet? Ja. Dan smaakt die extra lekker. Zullen we nog een kopje appelmoes erin doen? Ja. Ja, een halve. La, la, goed zo, schatje. En dan eventjes alle restjes eruit. Oeh, goed gedaan. De roeren. Ja, ga maar roeren. De volgende stap is dat we wat honing nodig hebben. Maar wij gaan geen honing erin. Wij zetten lekker agave erin. Wil je zelf in beeld komen of wil je gewoon dat je eten in beeld is? Want nu ben je allebei in beeld. Een beetje eten en een beetje van jezelf. En als je zo kijkt, kan je zeggen hallo. Hallo. Ja, zie je. Mama, is dit goed? Wat agave doen we erbij? Vier lepeltjes. Doe maar 1. 2, 3, 4 lepeltjes agave. Goed zo. Doe maar verder mengen, verder roeren. Een beetje vanille. Aroma. Daar doen we 1. Nee, geen 1 lepel. Dat was te veel, hè? We doen een halve theelepel. Oeps. Doe maar erin. Doe maar erin. Halve theelepel aroma. Ja, dat is voldoende. Doe maar mengen. En de ster van onze show. Wat is de ster van onze show? Dat is onze... Semos. Onze Semos, jazeker. De ster van onze show gaat er natuurlijk in. Semos. Semos, jazeker. Onze Semos gaat erin. Daardoor... Dat is 1. Kopje. Oeps, pas op. Nee, 1 theelepel. 1 eetlepel. Maar we doen er 3 eetlepels gaan we erin doen. Dat is 2. Maar dan smaakt het extra lekker. Dan smaakt het extra lekker. Ja, klopt. Semos is heel gezond, hè? Ja. Dat is... Oh, mama, we 3. Kunnen we ook straks Semos snacks in doen. Dat kan straks we ook. Kunnen straks Semos snacks maken, jazeker. Ja, dan kunnen we erin doen. Erin doen? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we straks weer nog snacks kunnen maken. Dus jij mag alles roeren. Goed roeren, terwijl ik mijn handjes was. Lukt het? Moet ik je helpen of gaat het lukken? Gaat lukken. Oké, dat is mooi. Mama, kijk. Oeh, dat ziet er al goed uit hoor. Nog meer roeren. Nog meer roeren. Wauw. In de tussentijd zet ik de oven aan op 380. Want we gaan het straks in de oven plaatsen. Mag ik het heel even mengen, snel? Zeker zodat je dat alles goed is. Oeh, wauw, schat, je hebt het al heel goed gedaan. Ik hoef het niet eens met te mengen. Goed gedaan hoor, lieverd. Wat we nu doen is, we gaan deze ingrediënten, wat we net hadden gemaakt, de droge ingrediënten, die gaan we bij de natte ingrediënten erbij doen. En nu roeren. En nu kan je het met deze omscheppen. Dit gaan we deze omscheppen. Doe ze maar mengen. Oh, sorry. Oh, dat geeft niks, schatje. Dat geeft niks. Dat hoort erbij, hè. Als je me aan het helpen bent, dan kan het een beetje geknoeien. Ga je een beetje knoeien. Dat geeft niks. We gaan de keuken straks weer samen opruimen. Ja, maar we hebben het zelf gedaan. Want we hebben het zelf gedaan. Ja, klopt. Doe maar mengen. Niet te wild mengen. Gewoon rustig mengen. Maar zo snel. Niet zo snel. Mama, maar dat is het snel klaar, hè? Nee, maar als je snel mengt, dan ga je waarschijnlijk ook weer knoeien, toch? En we willen wel minimaal knoeien. En wat gaan we er nog bij doen? We gaan er lekker wat fruit doorheen doen. En we gaan... Ik ga fruit pakken. Ga je fruit pakken? Wel, wat doe je met fruit? Fruit is in de vriezer. Wat? Ja. Dan gaan we fruit pakken. En we gaan deze erin zetten. Kranken. We doen lekker wat fruit er doorheen. Ja, maar is het fruit koud? Ja, gooi maar wat fruit er doorheen. Oeps.
Er zitten aardbeien in en er zitten frambozen in. Geef me straks wel op mijn gasten. Wat zeg je? Ik geef me. Ja, en mengen. Ja, oh ja, want we mogen het niet meer zien. Want het is wel lekker, maar dan gaan die aardbeien smelten, toch? Lekker ziet het eruit, toch? Of wil je iets meer fruit of is het genoeg? Dit is genoeg, hè, fruit? Nee, ik moet wat meer fruit, want dan wordt het steeds super lekker. Dan ga ik zoals alles opeten. Goed zo, schatje. Zo. Ik denk dat het genoeg fruit is. Oké, nou dan gaan we hem in onze bakplaat zetten. Zeg, we zijn zo terug. Doei. Doei, zeg tot zo. Tot zo. We zijn zo terug. We zijn zo terug. We gaan de bak insmeren. Een ovenschaal pakken. Die smeren we in met een beetje olie. Zodat hij niet aan de rand blijft plakken. Doe maar lekker verven. Hè? Het lijkt alsof je aan het schilderen bent, of niet? Ja. Je schildert de olie aan het randje vast. Volgens mij heb ik een klein beetje te veel olie gezet. Ik ga er een beetje uithalen. Ik denk dat ik een klein beetje te veel heb gezet. Mama, hier moet je het ook doen, hè? Hier moet je het ook doen, want anders blijft het weg. Denk je dat die ook op de randjes komt? Dan zet ik ook een beetje op de randjes. Ik denk niet dat hij zo vol wordt, hoor, schatje. Nou, hier is jouw jouw gerechtje, wat we net hebben gemaakt. Ja, die kan ik erin doen. Die kan erin. Doe het maar erin. Goed zo. Dit gaat super lekker, maar dat toch, mami? Zeker weten. Het ruikt al lekker, hè? Vind je niet? Ja, super lekker. Mm-hmm. Als ik het ga eten, dan wordt het toch super lekker. Als we het gaan eten, is het sowieso lekker. Zal ik je helpen? Je hebt al heel veel gedaan. Ik kan het zelf. Weet zelf? Oké, doe maar zelf dan. Dan kan ik het zo schuiven voor de gewoon. Doe maar dit in. Oeh, dat ziet er goed uit. Wauw. Het gaat extra lekker worden, doe maar. Extra lekker worden, omdat jij het aan het maken bent. Daarom wordt het extra lekker, hè? Ja, en ik maak. Oh. Ja, en ik verzin straks lekkere dingen die er nog in kunnen. Ja, dat denk ik wel. Met fruit of zo kunnen we nog lekker maken. Oh ja, mama. En wat je zou kunnen doen is, je kan hem nu plat maken. Oh, kijk, hier is een heel groot stukje, hoe heet dat? Aardbei, die gaan we eruit halen. Die is een beetje te groot voor ons gerechtje. Ja, die gaan we eruit halen. Ja, maar jij mag het eruit halen, want anders worden mijn handjes vies. Geen probleem, schat. En dan kan je hem lekker plat maken. Ja, zo. Dat het evenredig verdeeld is. Mama, ik mag geen fruit meer zien. Nee, je gaat het fruit. Ga je zien. Willen wij juist het fruit zien, want we willen het fruit ook eten. Nou, zo ziet hij er lekker uit. Maar dan is het fruit toch geronden. Mama, ja, ik denk dat we nog kunnen doen. Wat kunnen we nog doen? We kunnen nog wat fruit erin zetten. Nog meer fruit erin zetten? Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Mama, mag ik de bananenstukjes erin? Bananenstukjes erin. Nou, geen probleem. Dan gaan we een paar stukjes banaan erin zetten. Ik denk dat dat wel lekker is, ja. Dan zetten we aan de ene kant een paar stukjes banaan, ja? Ja, mag ik zo erin zetten? Zet maar erin. Ik heb het. Pak maar, want het is jouw idee, hè? Ja. Kijk eens. Dat is mijn idee. Dan nog een paar fruitjes kunnen pakken. Nog een paar fruitjes erin. Oh mama, we kunnen ook lekker mandarijn erin zetten. Maar we hebben geen mandarijn. We hebben alleen, dit is de laatste bananen. Lekker citroen. Nee, citroen niet erin. Nee, dat gaat niet lekker worden, lieve schat. Oké, maar mama, dan wil ik... Dit is zo klaar. Ik denk dat dit voldoende is. We gaan niet die hele banaan doen. Ik denk dat die zo wel lekker is. Als we die banaan er zo in doen. Oh ja, zo. Doe die banaan er maar in. Ja, maar we moeten... En dan bedek je die banaan. Oké, maar geef dat. Ja, doe maar bedekken die banaan. Zo. Wel erin. Ja, maak hem dicht. Want wanneer we hem dan gaan opensnijden, dan is het een verrassing dat we die banaan dan tegen gaan komen, toch? Wat een goed idee voor jou, is dat, zeg. Wat een goed idee. Ja, maar... Nu wordt het zeker extra lekker. Nu wordt het extra lekker.
Nu gaat mama het in de oven doen als jij klaar bent met het bedekken van de banaan. En dan het overgedeelte, dat mag jij niet doen, want de oven is heel erg gevaarlijk. En daar mogen alleen maar grote mensen doen. Goed zo. Hij ziet er prachtig uit. We gaan hem in de oven doen. Even de camera omhoog, zodat ze kunnen zien. Hoe vond je het om hem samen te maken? Geen. Vond je het leuk? Ja? Zullen we hem in de oven doen? En kijken hoe het gaat worden. Ja? Oeh. Ben je er klaar voor? Gaan we hem in de oven doen. Oké, mag ik een vakje voor je? Ja. Dankjewel, schatje. Ja, maar... En mama, maar als hij klaar is... Ja? Mag ik dan het eerste stukje proeven? Natuurlijk. Nu gaan we dansen. In de oven. We gaan even wachten totdat hij klaar is. En we zijn zo weer bij je terug. Tot straks. Zeg doei doei. Tot zo. Doei, tot zo. Hallo. Hallo. Onze cake is klaar. Oké, we gaan hem uit de oven halen. Even oppassen, schatje, want het is heet. Dus pas jij maar op, schuif op. Dan haal ik hem uit de oven. En dan gaan we hem een paar minuten laten afkoelen. Daar gaan we. Voordat we hem gaan opeten. Even oppassen, schatje. Ja, ja, hij is super. Kijk eens hoe mooi die eruit ziet. Ja, mama, maar dingen die pas net uit de oven komen zijn super heet. Ja, en de oven is nu ook super heet. Ja. Daar zit hij, daar is hij. Mag ik hem zien? We laten hem afkoelen. En we komen zo weer bij jullie terug. Zeg bye. Oh mama, nu ga ik een stukje van de taart eten. We hebben hem gesneden. En nu daar is hij. En nu gaan we hem eten. Nu ga ik hem eten. Is een beetje warm nog? Is lekker? Perfect. Perfect. Nou, laat me ook proeven. Kijken of die inderdaad perfect is. Mag ik weg? Inderdaad perfect. Hij is al klaar met het filmpje, mensen. Dank jullie wel voor het kijken. Like, share, subscribe. Voor alle tips, trucs, weet jullie wat ze vinden. En toen, ik ga nog een stukje. En Elia eet nog een stukje. Zoals het hoort van onze havermout cakeje. Moet je helpen? Ja. En mama, zullen we daar naartoe, want dat hebben we daar gezet. We gaan hem aan tafel eten. Nee. Daar heeft hij trek in. Doeg! Dankjewel voor het kijken. Elia, kom zwaaien. Zeg bye bye. See you next time. Bye bye now. Oh ja, I love you. I love you. Bye bye now.